Oké. Okay. Met wat gaan we beginnen? Zeg maar iets, heb je een voorkeur? Ik denk misschien met Ilia. Ilia, jij mag Ilia zeggen. Ah, het is La Superba? Ja. Ik heb het toneelstuk gezien. Ja. Heb je dat gezien toevallig? Nee. Ik herinner me iets met een been. Ja, wel. Het boek begint dus dat Ilia aan het zwerven is in Genua en regelmatig een laarsje te veel op heeft als hij naar huis trekt en op een zekere keer vindt hij een been. En we bedoelen dan letterlijk een vrouwenbeen, hè? Ja. Gewoon een geamputeerd, ja. Echt. Inderdaad. Ik wou zeggen levend, maar nee, dus dood. En hij is heel gefascineerd door dat been. Hij vraagt zich af waar dat er vandaan komt. En beetje per beetje wordt hij verliefd op dat been. Ja. Hij pakt het mee naar huis. Ja. Ja. En hij probeert uit te zoeken hoe dat in elkaar zit. Hij is bijna als een detective. Het is bijna een soort thriller op een bepaald moment. Maar dan verandert het eigenlijk in een liefdesroman. Want hij is echt verliefd op dat been. En, het is... Dat is waanzin, hè? Ik bedoel, verliefd zijn op een geamputeerd been. Ja. Toch? Ja. En mensen die nu zitten te kijken, die het ook niet kennen, of het werken kennen, die hebben zoiets van... Zot. Ja, het maar, lijkt van op afstand genieselijk. Dat is eigenlijk tegen aarde aan die boeken van Ilia. Hij spreekt jou op een zodanige manier aan dat je het gevoel hebt dat je samen op weg bent. En hij doet dat op zo'n... liefdevolle manier en begrijpelijk. En, ja, als je hem leest, geloof je dat het normaal is dat je verliefd wordt op een geamputeerd been? Je kunt het je wel voorstellen. Ja. Heb je wel eens een geamputeerd been gezien? Ja, maar het was niet menselijk. Van een dier? Ja. Dat ziet er niet uit, hè? Nee, nee. Tot een kippenpoot of zo. Ja, maar natuurlijk, dat is dan ook van de pluimen ontdaan. Dat trekt ook niks. Nee. Ja. En toch... Dat zegt iets, hè, over de kwaliteit van het boek, als je dat kan. De manier waarop dat hij schrijft is eigenlijk als een soort... het is alsof hij ziet er een hele zware man uit, fors gebouwd. Dat is ook zo, hè. Hij is heel groot. Ik heb hem een tijd geleden nog eens ontmoet en hij is heel groot en ook zo met een enorme bontjas. Waar een soort gevaarlijke viking lijkt. Ja. Mijn dochter was erbij, die is 13, die had daar echt schrik van. Ja. Terwijl, als je ermee praat, het is een heel, heel lieve man. Hij is bijna een beetje vrouwelijk, vind ik. Ik vind dat hij een heel sterk ontwikkelde vrouwelijke kant heeft. Absoluut, ja. Maar het is alsof dat hij danst over de pagina's. Ik vind hoe de manier waarop dat hij schrijft, het is als een balletdanseres, zou je dus kunnen zeggen. Hij maakt zo pirouettes op papier en je wordt meegesleurd. Je kunt dat boek eigenlijk niet opzij leggen. Met welk gevoel eindig je als je het gelezen hebt? Een zeer goed gevoel, want word je er blij hoe vreemd van, dat het ook begint, het heeft een heel logisch einde. Hey, met dat vrouwenbeen, het begint zo heel speciaal en surrealistisch bijna. En dan aan het einde komt alles op zijn pootjes terecht. En, leuke woordspeling. Vindt hij de vrouw die een been mist? Ik vind dat ik dat niet mag vertellen. Ik vind dat ook. Ja, ik vind dat ik het moest vragen, maar ik ben blij dat je het niet verklapt. La Superba. Oké. Wat hebben we nog? Aha. De onbewoonbare aarde. Ja, dat heb ik... Ik ben hem nu aan het lezen. Ja. Ja. Ik ben hem ook aan het lezen. Oh, je zit nog maar hier, zeg. Oh, ik... Is dat jouw bladwijzer? Ja, dat is mijn bladwijzer, inderdaad. Waarom ben je ertoe gekomen? Ik ben heel veel bezig met de klimaatopwarming en wat wij daaraan kunnen doen. Want als dit klopt, dan... We're fucked. Dan is het... Is zwaar, dan is er geen seconde te verliezen eigenlijk. Ja, de onbewoonbare aarde heet het. Er was iemand op de radio die zei, ik wil het er daarover hebben. Daarom ben ik beginnen lezen. En er werd me op voorhand gezegd, als je dit gaat lezen, je gaat heel ongelukkig worden. Ja. Maar, dat is ook zo. Ja, hè? Ja. Ik zit ongeveer hier, denk ik. Wat is 200 en oneffen? Dit is allemaal... Doffe ellende. Hè? Dat zijn de grootste horrorscenario's op een hoop. Goed onderbouwd. Mooi geschreven. Ja, zeer goed geschreven. Ja, goed geschreven. Ja, het is extreem angstaanjagend. Het is en dan bijna vanaf hier. Hier ja. Sadist. En dan hier begint ze ongeveer. En nu, wat zouden we daar eventueel nog eens kunnen aan doen? Dus als je al bezorgd was om het klimaat, dan is dit nog van je slaap nauwelijks nog. Hè? Ja, maar ik moet af en toe naar buiten wandelingetje maken en kijken of alles er nog staat. Ja. En of dat alles nog groeit. En
oké uitziet. En, maar als dit waar is, is het allemaal tijdelijk. We kunnen nu nog naar buiten en we kunnen nu nog gaan kijken naar die dingen, maar het ziet er niet goed uit. Nee. Probeer er daar niet depressief van te worden. Hè? Wel, niet gemakkelijk, hè? Maar goed. Maar kijk. Dit is een mooie, hè? Ja. En wel, die heb ik nu toevallig ook. Die ligt naast mijn bed. Ja. Het is een Duitse, hoe heet dat, boswachter? Ja. Die een boek heeft geschreven over het verborgen leven van bomen. Hè? Over wat bomen doen en in een bos. En er staan wonderlijke dingen in. Ja. Die blijkbaar onder biologen en boswachters al lang bekend zijn, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Ik werd er heel blij van. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je leest hoe dat die bomen met elkaar contact houden, hoe dat die wortels met elkaar verstrengeld raken, hoeveel duizenden jaren oud dat ze kunnen worden. Dat zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen. Onze bosbeheerders vertellen dat een boom van 60 jaar of van 120 jaar, naar gelang de soort, volwassen is of niet meer verder groeit, zodanig dat ze eigenlijk kunnen overgaan tot het oosten van die bossen of van die bomen, terwijl dat hij eigenlijk aantoont aan de hand van wetenschappelijke artikelen en andere wetenschappers, dat die bomen eigenlijk nog pas hun plechtige communie hebben gedaan, bij manier van spreken op dat moment. Ja. Hey, hoe dat die bomen dan nog maar net gestart zijn en eigenlijk klaar zijn om er volop tegenaan te gaan. En hoe dat die bomen ook ieder jaar sneller gaan groeien. En hoe dat ook zo goed is voor ons klimaat, want een boom zorgt voor de opname van CO2. Ja. En die bomen gaan dan pas echt van start. En hoe ouder ze worden, hoe meer werk ze verzetten voor ons. Dus, het is wel ironisch natuurlijk dat dit van papier gemaakt is, hè? Ja. Hier zijn bomen voor gesneuveld, hè, voor dit boek. Ja, maar als je kijkt, het is natuurlijk allemaal gerecycleerd papier. Zou het? Is de wc, ja? Ja. Dat zou me verwonderen. Eens kijken, hè. Staat dat erin? Ik heb het ooit eens opgezocht en ik dacht dat het zou moeten, hè, teruggevonden heb. Er staat niks. Want het viel mij ook wel bezig. Mm-hmm. Sorry. Je bladwijzer is uitgevallen. Nu weet je niet meer waar je zat. Weet je het toch? Ja, maar het zijn de papiertjes die erbij blijven zitten. Wat is dit? De druivelaar, man. Ja. Heilig Stefan. Ja. Mijn vader heette Stefan. Is dat? Ja, en was extreem fan van de druivelaar. Ah, ja. Hij vertelde ook altijd hele slechte moppen. Ik heb ooit naar de druivelaar geschreven of je alsjeblieft een mop van hem op de druivelaar konden zetten de dag na zijn verjaardag, zodanig als hij het papiertje afscheurde dat hij... Ja. Die dag zijn eigen slechte mop zou. Dit komt van de druivelaar van mijn vader. Ze hebben dat ook gedaan. En, van jouw vader? Ja. En, ik heb, toen mijn vader is vorig jaar gestorven, en ik heb zijn druivelaar meegenomen naar de kringloopwinkel. En het is het laatste kalenderblaadje van zijn kalender die ik overhoud. Is het echt waar? Dus daarom zit het in het boek. Mijn vader is vorig jaar gestorven en zijn druivelaar hing er nog op de dag dat mijn moeder gestorven is, een paar jaar ervoor. Het laatste briefje dat hij toen heeft afgescheurd, toen ze thuis is uitgegaan. Ja. Ja. Mooi. Dus dit moet er zeker in blijven. Ja. En dat in zo'n boek over bomen en oud worden en leven. Het is heel mooi. Ik ga deze kiezen. Ja, ik bedoel, het is een beetje flauw, hè. Ik ben op zoek naar een goed boek. Eigenlijk moet ik dan een boek kiezen dat ik nog niet gelezen heb. Dan zou het deze moeten zijn. Ja. Zou ik? Weet je wat het is met Ilja? Hij is zo fantastisch in zijn quotes en in zijn levenswijsheden. Dat is waar. En iedere pagina krijg je er wel enkele. Hey, en ik las nu ook nog eentje waarin dat hij zegt dat ze beweren dat je langer leeft als je niet drinkt en niet rookt. Maar dat dat niet zo is. Het lijkt alleen langer. Dus dat is mooi, hè? Word je... Ik heb hem onlangs eruit horen voorlezen ook. Ook dat doet hij fantastisch. Echt supermooi. Ja. De stem past ook wel bij de man die is. Ja, oké, deze. Ik ga deze lezen. La Superba. Super, dank je. Had je al een letterkoekje gekregen? Nee. Ja, dat klopt. Wacht even. Koffie is van mij, hè? Hoppakee. Dank u. Smakelijk.
Mijn dochter was er echt bang van. Dagen nadien nog. Ja. Ja, ik kan het me voorstellen. In het begin was ik er ook een beetje bang van. Het is totdat je een boek gelezen hebt, denk ik. Ja,